zorgt in grote delen van Frankrijk voor de dreigende berichtgeving uit de ons omringende landen bevestigt echter al snel een angstig vermoeden dat de natuur er een andere logica op nahoudt. De Rijn bij Lobith stijgt snel. Binnen 24 uur wordt een verhoging verwacht van 45 centimeter. De spanning stijgt. Dorpen en steden aan de rivier treffen hun voorbereidingen. Er komt permanente dijkbewaking. Thea, kun je mij... Dit is het nieuws van 6 uur. In Tiel is vanmiddag een watersnoodstaf geïnstalleerd onder leiding van burgemeester Van Tellingen. Van de Rijn bij Lobith heeft de kritieke hoogte van 16,50 meter boven NAP overschreden. De vooruitzichten over een mogelijke verdere stijging zijn volgens Rijkswaterstaat onzeker. Door de grote druk van de watermassa's beginnen de dijken op steeds meer plaatsen door te sijpen. ...85.000 mensen aan de andere kant van de Waal slaan op de vlucht voor het water. De ellende begint zich nu pas goed af te tekenen. Ook voor de Tieler en Culemborger Waarden wordt de situatie van uur tot uur dreigender. Op last van de regionale rampenstaf moeten de bewoners van de Bommelerwaard, Land van Maas en Waal en de Ooipolder hun woningen verlaten.